We hebben ook een aantal bekende uitspraken van je. Want net kwam de caravan voorgereden en meteen iemand... Alle magisch! Je begon meteen te roepen. Maar er zijn nog veel meer uitspraken die jullie gewoon ook weer klassiek hebben gemaakt. Oh, wat zal de baas zeggen? Wat zeg hij? Wat zal de baas zeggen? Nou, wat zeg jij? Kramels! Kramels! En nog eens kramels! Was die rem is kapot? Oh, die rem kapot. Nou ja, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Bassie, wat is er? Wat zeg je nou? Wat heb je nou? Dat ga ik eens aan de binnenkant vermogen bekijken. Alles is verrassing, alles is verrassing. Ja. Ilse, zeg eerlijk, wie vond je het engst in Bassie en Adriaan? Dit is niet even de Baron, zeggen mensen vaak. Hè? Heb jij gekeken vroeger? Ja, dat vond ik ook. De Baron. Ja. Want ik zag jou, je sprak het woordelijk na. Net jij bent. Oh, ik had een stemmetjes dit. Ja, welke stem heb jij? Hoi, Adriaan! Nee, maar je moet zeggen van die goudstaaf in die auto. Ja, nee, oh, ja. Is dat met... Zet die auto met de goudstaaf hier achter de heg. Wat zeg je? Oh, je doet het lekker. Ik wil jullie, voor al die kinderen in Nederland die jullie al die jaren, 40 jaar lang gevolgd hebben, heel erg bedanken. Je ziet hoeveel vrolijkheid hier ontstaat met jullie gewoon aan tafel zitten. Is het wel zo, nog tot slot, jullie zitten nu gewoon, de meeste mensen weten nu dat jullie het zijn, maar heel veel mensen herkennen jullie natuurlijk als jullie zo zitten. Als je in een restaurant zit, wat wordt dan het meest gevraagd aan jullie? Door mensen, om wat te doen. Hey, maak even een selfie. Gek word je dan. Ja? Ja. Vreselijk? Ja, nou ja, maar goed, dat is tegenwoordig de tijd. Jullie maken er ook allemaal mee. En ik ben zo klein, dan zit het ook nog in mijn oren of in mijn neus. Weet je. Maar dan krijgen we dus, wil ik altijd zeggen, wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Ja, altijd blijven lachen. Dank jullie wel.